Luckey Kink uit kritiek op de houding van de spelers van het Nederlands elftal ten opzichte van de media. Hij betreurt het dat ze weigeren om RTL Boulevard te woord te staan en noemt hun gedrag een beetje zuurpruimerig. Het Nederlands elftal arriveerde gisteren in Wolfsburg, waar ze tijdens het EK voetbal verblijven in het luxueuze Ritz-Carlton Hotel. Een verslaggeefste van RTL Boulevard was aanwezig bij hun aankomst en probeerde vragen te stellen toen de spelers uit de bus stapten. Echter, de spelers reageerden niet wat volgens de showrubriek een gemiste kans is. Eddie zo vindt dat de spelers een sombere indruk maken. Er is nauwelijks sprake van enthousiast gedrag onder de spelers. Ondanks de vele media-aandacht was er niemand bereid om even kort een interview te geven, al dus Eddie. Humberto Tan speculeerde in een item over de reden waarom de spelers de pers negeerden. Ik weet niet waarom ze vandaag niet met de pers hebben gesproken, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de vermoeidheid van het reizen en het inpakken. Ze hebben gisteren natuurlijk al met de pers gesproken en er is vandaag niet veel nieuws te melden, zei Humberto. Luc vermoedt dat het blessurennieuws van Teun Koopmeiners en Frenkie de jonge rol speelt. Het humeur van het team lijkt beïnvloed door de blessures van Koopmeiners en Frenkie. We kregen ze vandaag niet te spreken en ze leken gisteren ook al niet in de beste stemming na de wedstrijd, merkte Luc op. Er kon geen lachje vanaf. Sportdeskundige Fatima Moreira de Melo benadrukte dat het team waarschijnlijk bewust een stapje terugneemt in hun interactie met de pers. Er is een duidelijke tendens van realiteitszin en terughoudendheid. Voor het EK riep Van Gaal nog dat we wereldkampioen zouden worden, wat meer een bluff was. Nu lijkt het alsof ze volledige tegenovergestelde doen, al dus Fatima. Eddy vraagt zich af of de huidige houding het resultaat is van instructies van de coach. Is dit Koeman die zegt dat ze even niet met de pers moeten praten, vroeg Eddy. Fatima bevestigde dat het een bewuste keuze is van het team. Ik denk dat dit van tevoren is besproken. Het is een bewuste beslissing om niet met de pers te praten en de blessures van Koopmeiners en de Jong niet te bespreken. Anders zouden ze zeker wel iets zeggen zoals hé, hey, hoi of iets dergelijks. Ze doen dit bewust niet, legde Fatima uit. Luc benadrukt dat de spelers wel gewoon de verslaggevers moeten aankijken en meer dan drie woorden moeten spreken. Dat is toch ook wel leuk, toch, voegde hij toe.